Of op jezelf? Ja, maar hij weet. Nu? Hey, opletten jij. Nee, jij film jezelf eens. Nee, zo vasthouden. Ja, ga eerst maar eens opletten. Oh god, yes, mijn eten is hard. Maar... 6:15. Jonkie volgen, ga ik vloggen. Nee. Zondag lekker chillen, lekker niks doen. Sowieso. Ik krijg ook heel vaak de vraag hoe ik mijn wimpers doe. Hoe was je dag? Goed, dankjewel. Hoe was je dag? Ze waren BH's van hun kamerlaars. Ik heb in ieder geval deze. Volgens mij praat ik echt heel hard. Wat doe ik? Ik heb deze. Oh, wat doe ik? Dus ik heb haast, want ik moet super snel door. En waarom ben ik zo donker? Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En welkom op mijn kanaal. Ik heb vandaag weer een nieuwe weekvlog. En het is vandaag niet maandag, het is namelijk al woensdag. Maar dat komt omdat ik maandag en dinsdag zo druk had met werk, dat ik gewoon geen moment heb gehad dat ik dacht, ik kan nu mijn camera pakken en ik kan de vlog openen. En weet je, ik was niks aan het doen, was alleen maar aan het werk. En thuis was ik op de bank aan het slapen. Dus, oké, vandaar. Zoals je ziet ben ik op het moment niet thuis. Ik ben namelijk bij mijn nicht in Amsterdam. Omdat ik morgen super vroeg op moet staan. Dus, en in Amsterdam moet zijn. Dus ik dacht, het is veel handiger als ik gewoon hier slaap. Ze is er op het moment alleen even niet. Maar ze komt zo meteen wel thuis. Ik ben pas 8 uur thuis van werk, omdat het zo druk was. Het is nu 8:02. Ja, ik ben echt net binnengekomen. Maar ik heb, omdat ik onderweg even al wat eten besteld. Maar het is dus pas 9:15. En ik heb zoveel honger. Ik heb gewoon nog niks gegeten sinds lunch. Sinds 12 uur of zo. Maar ja, ik heb kapsalon besteld. Echt zo erg, maar zo lekker. Ik ben nu op aan het wachten. Ik hoop dat het snel komt. En ja, ik ga nu gewoon lekker de Vampire Diaries kijken. Love it. Oh god, yes, mijn eten is hard. Maar ik probeer dus Netflix te kijken, maar het doet heel veel niet. Want de wifi doet het volgens mij niet, maar ik heb geen idee hoe dat hier zit. Oh mijn god, ik zit zo vol. Maar ik had zo'n honger, dus ik had echt binnen 1 keer naar achter gewerkt. Nu ontploft mijn buik. Ik heb trouwens gewoon even een chille legging aan gedaan. Ik ben nu de Vampire Diaries aan het kijken. Het is trouwens weer gelukt met de tv. Ik ben nu eigenlijk aan het wachten tot mijn nicht thuis komt. Ze komt denk ik over rond 1 kwartier of zo. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels de volgende ochtend. Ik heb me al een beetje opgemaakt. Ik heb me eigenlijk helemaal opgemaakt, ik moet alleen nog mascara doen. Maar daar heb ik even geen zin in. En ik zit nu even op de bank. Het is echt 5:45. 5:45. Ik ging om 5 uur eruit. Ik heb even gedoucht en zo. En ik ben echt misselijk gewoon. Oké, ik ga zo, ik denk over 1 kwartiertje weg. Ik kan hier even nog een beetje rustig kan zitten. Ja. Oké, ik ben inmiddels al een hele tijd op werk. En ik moet voor werk vandaag Jonkie volgen. Ga ik vloggen. En nou, dat gaat zo goed. We zitten nu op een andere locatie als normaal. Maar ook van WeWork. En het zit op de Zuidas. Super mooi weer is het. En we hadden net een meeting gehad over een event van volgende week. Nu zijn we even wat werk aan het doen. En dan gaan we zo meteen terug naar ons eigen kantoor. En dan ja, gaan we weer verder filmen. En dan hebben we nog een... andere meeting met een, hoe noem je dat? Freelance. Nee, maar je zei eerst dat dan CEO-specialist. CAO. Ja, CEO en CA-specialist online marketing. Ja, dus en ja, het was vanochtend super vroeg, zoals jullie weten. Maar een beetje koffie, ik heb het overleefd. Hallo allemaal, het is inmiddels vrijdag. Volgens mij heb ik echt al heel lang niet meer gevlogd. Sorry, maar ik heb het zo druk. Het is nu vrijdagavond. Ik ga gezellig wat drinken met een vriendin. Dus ja, het is nu 8:30 of zo. Dus ik ga zo meteen haar ophalen. En ik heb haar echt super lang niet gezien. Dus ik vind het echt heel leuk om haar eindelijk weer te zien.
en haar te spreken. Heb ik dus, er is zoveel gebeurd sinds ik haar niet heb gesproken. Dus ja, ik heb er echt heel veel te vertellen. Ik ga me heel even een klein beetje extra opmaken. Zo. En ja, morgen ga ik met mijn oma sushi lunchen als het goed is. Maar volgens mij is de sushi tent niet open. Maar dan moet ik even bellen zo meteen trouwens nog. En anders gaan we gewoon gezellig lunchen met mijn oma. En, oh, is wel heel overbelicht. En daarna wil mijn oma een nieuwe iPad kopen. En ze, ja, ze vroeg of ik mijn oma... Ze vroeg of ik haar wilde helpen met het kopen van een iPad, want dat snap ze natuurlijk allemaal niet. Ja, vandaag was werk. Was leuk, heel druk, maar wel leuk. Ja, ik moet echt weg, kut. Verder. Ja, dan heb ik een weekend. Morgen heb ik een poolparty. Als ik erheen ga, weet ik nog niet, denk ik wel. Ook nog zondag lekker chillen, lekker niks doen sowieso. En ik ga denk zaterdag gewoon weer uit, of in het Woudje of ik blijf bij de poolparty, dat weet ik nog niet. Want het Woudje is zeg maar, daar was ik in de vorige of die week vlog daarvoor was ik er geweest. Nee, vorige week, nee, die week vlog daarvoor, 2 weken vlog geleden. Dat was echt top, gewoon gezellig bij mij in de buurt. En ben ik nou wel scherp? Ja, volgens mij wel. Ik heb mijn bril niet op. Want nou lijkt alles wazig. Ja, ik hoef echt nog maar 2 weken stage te lopen. Het gaat zo fucking hard. En ik vind het echt niet leuk. Want ik vind mijn stage echt heel leuk. Maar aan de andere kant is wel chill dat ik lekker kan uitslapen. Ja, en de week ging zo fucking snel. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind de tijd zo hard gaan. Ik kan het niet eens meer bijhouden, gewoon zo hard gaat het. Nou, ik vind dat ik er helemaal prima uitzie. Brilletje op. Woep. Anders kan ik niks zien in de auto. Oké, ik ga. Ik ga. Hallo allemaal. Oh, wacht. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik weet niet wat ik deze week vlog allemaal heb gefilmd. Volgens mij niet veel. Maar ik ben zo gigantisch druk geweest, dat is niet te filmen. Ja, ik was elke keer fucking laat thuis van werk. En ik moest heel vroeg opstaan, elke dag bijna. Dus ja, het is nu weekend zaterdag. Het is nu 12:30 en ik ga zo meteen weg. Mijn oma komt me ophalen. Dan gaan we gezellig lunchen en vanavond heb ik een etentje bij vrienden van mijn ouders. Met mijn ouders en helemaal leuk. En daarna ga ik of naar een poolparty, of ik ga uit, of ik blijf thuis. Ik heb namelijk heel veel te doen en ik weet niet of ik het ga redden als ik... Ik wil denk ik sowieso naar die poolparty. En of ik blijf thuis. Maar ja, ik heb geen zin... Ik heb wel zin in, maar ik heb zoveel te doen. En ik heb morgen zeg maar nodig. En ik heb geen zin om morgen brak te zijn. Of weet ik het. Dus dat is helemaal kut. Ja, ik heb nog 6 minuten. Dan komt mijn oma, maar ik denk dat ze eerder komt al. Dus ik heb eigenlijk nog 1 minuut, denk ik. Ja, ik moet eigenlijk... Wilde ik vandaag een weekvlog online zetten, maar is niet gelukt. Want ik heb mijn werk om 10 uur gezet. En ik ben er gewoon doorheen geslapen. Omdat ik zo moe was. Dus ik werd echt net pas wakker gebeld door mijn oma. Om 12:30. Want ze hadden 2:30 afgesproken. Opeens belde ze om 12:30. Ja, zullen we gaan lunchen nu? Dus ik zat echt van... Oh, ja. Over 1/2 uur. Dus ik zeg, ja, ik lig nog in bed, oma. Ik kan over 1/2 uur wel. Ze zei, oh, nou ja, is goed. Dan gaan we om 1 uur. Ik krijg ook heel vaak de vraag... hoe ik mijn wimpers doe. Maar ja, ik krul ze, zoals je ziet, eerst 1000 keer. Want ik heb geen wimpers anders. Dan gebruik ik deze mascara. Deze een beetje op. En daarna gebruik ik deze mascara. Catrice. En deze is van Essence. Ja, en dat doe ik. En ze werken allebei super goed. En dan ga ik er gewoon lichtjes overheen. Niet te deel. En vooral veel aan de uiteinden die je moet zien. Moet je gewoon een beetje zo aan de uiteindes doen.
En niet helemaal vanaf het begin. Dat werkt bij mij altijd heel. Dan gewoon meerdere laagjes opbouwen. Ik ben best wel lang bezig met mijn wimpers. Maar dat vind ik gewoon belangrijk. Dus ja, that's my weekend. En dan zit ik alweer op het eerste half jaar van mijn tweede jaar van de school. Oh mijn god. Ik moet trouwens ook fucking veel voor school doen. Nou, daar ben ik ook allemaal nog niet aan begonnen. Maar daar heb ik ook letterlijk geen tijd voor. Ik heb ook nog een herkansing. Ik heb ook nog een herkansing van de portfolio. Maar ik heb ook nog niks vandaag gedaan. Ik weet niet wanneer de deadline is. Misschien is de deadline zelfs al geweest. Ik weet niet eens. Dan ben ik echt fucked. Maar ja, dan moet ik het volgend jaar herkansen of zo. Maar dat ga ik dus allemaal morgen doen. Daar wil ik dus niet brak voor zijn. Want vandaag kan ik dus niet meer. Of ik moet vanavond doen. Maar ja, vanavond ga ik het toch niet doen. Zo zien mijn wimpers er nu uit. Ja, er zit heel veel boven mijn ogen, maar dat moet ik nog weghalen. Voor mijn kat gillen. Ze wil of naar buiten of ze wil naar binnen. Oké, ik vind het best. Ga ik even het boven mijn ogen weghalen. Ik kom trouwens net uit de douche, dan is mijn haar zo nat. Ik heb echt geen idee of ik deze week vlog gefilmd heb. Ik kan deze week niet eens meer voormalen. Wow, ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. And then we're ready to go. Anyway, ik krijg ook heel veel de vraag waar mijn bril vandaan komt. Altijd op DM, weet ik veel waar, word ik gevraagd. Waar komt je bril vandaan? Maar ik heb mijn bril gewoon gekocht bij de opticien hier waar ik woon. In Alphen aan de Rijn. Ik woon niet in Alphen aan de Rijn, maar dichtbij. En bij de opticien Specs heet het. En volgens mij is het niet zomaar zoiets als Specsavers dat het overal zit. Maar je schrijft S-P-E-X. Ik zal het hier zetten, Specs. Daar heb ik hem gekocht. Dus dat dat uit de lucht is. Want ik krijg er zo vaak de vraag over. Nog heel erg bedankt trouwens voor iedereen die zegt dat hij leuk is. Ik vind het zelf niet heel leuk staan. Maar ik moet wel, anders ga ik dood. In ieder geval, ik vind mezelf gewoon leuker zonder bril. Maar dan is dit wel een van de leukere brillen. Zeg maar, als je wat ik bedoel. Oké, ik ga snel naar beneden. En mijn spullen pakken. En dan komt mijn oma denk ik elk moment. Ah, ik weet niet, maar ik hoor mijn kat heel hard miauwen, maar ik weet niet waar ze is. Het is echt zielig. Zie je. Oh, ach, moppie. Ik hoor die helemaal boven. Nou, gelukkig ben je binnen. Nee, mijn kat is echt zo schuw. Ik kan haar echt niet oppakken. Hé. Hey. Ach, mag ik je aaien? Zit je de hele tijd buiten? Ach. Wow, het is echt super mooi weer. Gewoon. Ik hou echt niet van de winter, maar dit vind ik echt niet erg. Besef dit. Oké, ik ben nu inmiddels thuis. Ik heb nog twee BH's gekocht bij Dunkin', maar ik zou die vanavond of zo laten zien. Maar ik moet nu weer door, want we hebben nu dus eentje bij vrienden van mijn ouders. En dan gaan we nu naartoe. Toch, pap? Ja. Hoe was je dag? Schiet dan maar op. Hoe was je dag? Heel goed. Alleen een beetje druk was het. Ja. Nou, ik was dus met oma. Het was gezellig. En nu gaan we lekker eten. Dat hopen we. We weten niet wat er in de pan zit. Nee, dat is waar. Nou, koppen gaan. Jij moet rijden. Ja. Ik hou me hard vast. Oh god. En dan? Nou, dan richt je met mij. Of op jezelf. Ja, maar ik ben niet. Nu filmen. Jezelf. Nee, opletten jij. Nee, jij film jezelf eens. Nee, zo vasthouden. Ja, ga eerst maar eens opletten. Nou, we zitten in de auto. Goed, op moet letten op het verkeer. Ja, daar ben ik toch mee bezig. We gaan naar JP toe en Linda. Ja. We gaan een hapje eten. Gezellig. Dat weet ik niet. Rijden. Weet je niet. Dit is echt hoe ouders vloggen. Ja. Nou, in ieder geval filmen. Dat snappen ze niet. Nee, gelukkig niet. Wij hebben weer andere capaciteiten. Zoals? Ja, dat ga ik jou niet gelijk vertellen. Papi, filmen niet eens. Jawel joh. Hij zat op de film. Wij zaten op rek of niet? Ja, ja. Nou dan. Nee, maar we zijn onderweg. En ja, vanavond ga ik naar een poolparty. Superleuk. En ik ga het niet uit daarna, pap. Wat ga je in de pool zwemmen? Nee, poolparty. Oh, de poolparty. Zwembad. Zo, doe me decadent. En ik ga niet uit daarna, verstandig hè? Nou, poolparty is er ook uit, of niet? Nee, maar ik ga tot 2:30. Oh, is heel. Oh, heel. Oh, je gaat heel vroeg. Ja. En morgen heb ik heel veel te doen. Oké. Dus
Nou ja, bedankt voor de vlog. Ja, graag gedaan. Doei. Hey, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb haast, want ik moet super snel door. En waarom ben ik zo donker? Ja, het was super gezellig. En heel lekker gegeten. We hadden een vegetarische en glutenvrije lasagne. Het was echt super lekker. En ik zal even laten zien nog wat ik had gekocht. En ook wil ik dit pak. Ik zal een foto doen. Kopen, maar is echt super duur. Maar is echt zo leuk. Dus ik dacht dat ik het wel gaan doen. Ik ga nu snel even bikini of badpak aandoen. Ik weet niet of ik kijk wat leuker is. En dan gaat Isabel me zo ophalen. Gaan we met de scooter. Isabel gaat daarna nog uit. Maar ik denk dat ik niet ga doen. Want morgen moet ik heel veel doen. Maar ja, ik zie mezelf alweer helemaal drinken. En dan ga ik uiteindelijk toch wel weer uit. Dat als ik mezelf ken. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ze waren BH's van Hunkemuller. Zijn normaal echt 35 euro. En ze waren nu maar 12,50. Besef, 12,50. Ik heb in ieder geval deze. Volgens mij praat ik echt heel hard. Wat doe ik? Ik heb deze. Wow, wat doe ik? En hij heeft zeg maar zo'n mooie onderkant. En ik heb deze. En ik heb deze gouden. Met dit. En de achterkant zo'n detail. Dus super leuk. Ja, ik moet even haasten. Ik zie jullie zo. Oké, het is inmiddels zondagavond. Ik weet echt niet meer wanneer ik voor het laatst heb gevlogd. Ik was gisteren naar de poolparty gegaan. Volgens mij heb ik daar niet gefilmd. Want ja, iedereen is ook gewoon in bikini en zo. En ik heb er ook überhaupt helemaal niet aan gedacht. Maar het was echt super gezellig. Ik wilde eigenlijk om 1 uur naar huis gaan. Eindstand ging ik pas 4 uur naar huis. Dus dat, ja, dat gebeurt altijd. Maar ja, morgen moet ik gewoon weer werken. Dus ik ben nu gewoon lekker aan Netflix. Ik heb letterlijk de hele dag niks gedaan. Terwijl ik echt aan mijn stageverslag moest. Dus ik ben echt super boos op mezelf. Want ja. Maar dat is ook weer mijn leven, want ja, dat is over 2 weken pas. En dan denk ik, ah joh, dat is over 2 weken. Maar ja, ik ga aankomende 2 weken helemaal geen tijd voor hebben. Dus, fuck my life. Ja, ik ga nu de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgenochtend weer. Ja, vergeet me zeker niet. Oh, één nieuw ding. Ik ga vanaf nu de weekvlogs uploaden op zondag. Want ik heb vorige week vlog gevraagd in de reacties wat jullie willen. En ja, dat komt zondag uit. Dus ik ga zondag 5 uur doen. Elke nieuwe week op zondag 5 uur een nieuwe weekvlog. Kunnen jullie lekker, zoals ik, met je kater, lekker op zondag op de bank liggen en lekker mijn weekvlog kijken. Nou, helemaal top. En ja, over na mijn stage ben ik echt van plan om veel meer video's te gaan maken. Want ik heb nu gewoon geen tijd om extra video's te maken. Maar ben ik zeker van plan. En ook hebben wij de andere weekvlog de 300 duimpjes omhoog gekregen. Dus ga ik de 10k challenge doen. Met 10k calorieën challenge met Marel. En daar hebben we al een dag voor gepland wanneer we dat gaan doen. Dus die komt er ook aan. En wil ik jullie vragen om een blauwdruk omhoog te geven. Als je tot het einde van deze video bent gekomen. Ik vraag me echt af hoeveel mensen nog kijken tot het einde van mijn video. Dus ben je echt een diehard kijker. Geef een blauwdruk omhoog als je tot deze punt van de video bent gekomen. Nou ja, in ieder geval vergeet me niet te volgen op Instagram. Dit is gewoon Sarah Verwoerd. Vergeet de video geen duimpje omhoog te geven dus. Mij te abonneren en de notificatiebel aan te klikken. Hierdoor krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!